Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick van der Wijk en naast mij zit zoals altijd. Hoe is Sarah? Vandaag gaan we het hebben over Maze Runner. Drie, ja. The Dead Cure. Ik zet het in mijn hoofd. Sports Trials zat ik steeds in mijn hoofd. Ja. Maar het is The Dead Cure. Is het. Het mooie is, het heet Maze Runner, maar het heeft niets meer met een doolhof te maken. Nee, dat was alleen één. Ja, oké. Okay, ja. Nee, dat vond ik grappig. Ja, klopt. Ja, de rest moesten toch wat weer. Ja, oké. Okay, dat is wel apart. Ja. Maar... In de voorstukjes, weet je wel, zag ik in de trailer zag ik steeds een beetje van... Oké, ze gaan dus terug naar de Maze. Ja, maar dat is niet zo. Maar je ziet de hele Maze niet meer. Nee, volgens mij heeft één keer bij één iemand... Maze Runner 3, ja. Back to the Maze. Ja, niks. Nee, maar ze gaan wel terug naar de stad toe, dus dat is even om ja, te... Ja, wel. City. Maar we hadden een verschillend gevoel, hè? Ja, klopt. Jij hebt positief, ik had negatief. Ja. Ik vond hem niet zo. Nee, jij is echt van, ik weet niks. En nee. Maar ik heb volgens mij dat ervoor even kort, volgens mij waren ze op tv geweest, even de twee delen. Ik moet even stiekem zitten kijken. En dan zie ik iets meer het verhaal. Maar vond jij deel 1 en 2 zo sterk dan? Nee, gewoon een leuke film. Het is geen Lord of the Rings. Nee, maar... Het is meer een soort The Hobbit. Nee, maar... Daarvan lijkt het. Het is die trilogie. Een beetje The Hobbit is het. Ja, ook een beetje zo. Weet je, ik vond het gewoon een leuke actiefilm. Alleen waar op een gegeven moment een aantal dingen die ik dacht van, het is niet echt logisch. Nee. Wat ik altijd heel apart vind, als mensen einde aan de wereld zijn ze mee bezig, is er nog één goede stad en die gaan ze helemaal stuk maken. Klopt. Ja. Ik denk, waarvoor het is nooit logisch, is het? Nee. Waarvoor ga je niet gewoon overnemen? Nee, neem die stad over. Maar daarom is het ook een film. Ja, maar dat omdat was... nooit logisch is. Nee, oké, maar je hebt ook wel eens logische films, toch? Dat is waar. Dus ik vond dat een beetje echt vandalisme. Ik denk, nou, het had helemaal geen nut. Ik vond de acteurs vrij zwak. Ik vond het verhaal vrij zwak. Ja, ik vond ik vond het geheel gewoon vrij zwak. Ja, ik vond het gewoon vrij zwak. Ja, ik vond het begin erg leuk met die trein. Nou, wel aardig. Alleen, iedereen schoot al mis. Ik bedoel, het zijn niet alleen stormtroopers die misschieten. Het blijkt dus dat iedereen in uniform en die kan schieten. Standaard mis. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Nee, kijk, het idee was leuk. Wat ik nou wel heel vervelend vind, en dat heeft niet met deze film zozeer te maken, maar overal, dat er tegenwoordig overal zombies in komen. Ja. Ik word helemaal scheidsziek van die zombies. Ja. Je moet echt die nu overkill nou. Hoor. Ja, alleen maar en dan kijken wij niet eens, Walking Dead. Nee. Dan kijken we niet eens. Nee, moet je nagaan. Toen zag ik net al zombies, denk ik, fuck it. Met de zombies. Zombie overkill. Ja. Ik bedoel, zelfs eigenlijk een van mijn favoriete series, Game of Thrones, zit ook een soort zombies in. Ja. Dus, en nu weer van die figuren. Dus dat vind ik een beetje jammer. Het hoeft helemaal niet. Nee. Je kan gewoon ziek krijgen en gewoon doodgaan. Dat is ook wel spannend gezat. Toch, misschien dat het al een beetje bangmakerij is. Weet je wat we dan weer krijgen? Dan krijgen we een soort Mad Max apocalypse idee waar er allemaal weer factions zijn. En dat is dit ook alweer een beetje. Nou ja, kijk, bij Mad Max blijven mensen wel leven, want ze worden niet ziek. Hier gaan ze gewoon dood. Dat klopt. Dus je had het anders kunnen doen. Ja. Wat ik heel apart vind. Nee, maar wat meest bijzonder vind van deze hele trilogie is, die gozer blijkt dus de cure te wezen. Ja. En in het begin zat hij gewoon in het laboratorium van die gasten. Daar begon het mee. Dus het enige om dat gewoon een bloedtestje moeten doen. Klopt. Was het hele verhaal. Ja, maar ze wisten niet waar ze naar zochten. Oké, dat zou misschien kunnen. Dat was het probleem. Maar zij had het wel vrij snel gevonden. Ja. Ja, zij was vrij raf daarin. Met een ongelukje. Ongelukje. Oké, dat zou ongelukje. Maar ja, dus ik bedoel, dit zijn films die je niet logisch kijken. Als je gewoon denkt, nou, het is gewoon een leuke avonturenfilm, dan heb je gewoon een leuke avond of middag wanneer je kijkt. Als je die alle twee maar gezien hebt. Dat wel, anders is het. Ons slaat nergens. Nee, dan moet je niet doen. Te kijken. Want dan snap je het hele verhaal niet. Nee. Dus. Zullen we maar een cijfertje geven? Ja. Mag jij maar als eerst? Ja. Nou, ik geef hem een 7, omdat ik die, als je wel, moet je wel alle drie gezien hebben. Dus dan vind ik het gewoon een leuke, vermakelijke film, die je best wel in de bioscoop gezien door de effecten. Ja. Ik ga geen tweede keer bekijken, dat niet. Maar gewoon een leuke, je hebt gewoon een leuke middag. Bij mij krijgt hij een mooie 6, een prachtige mooie 6 krijgt hij. Nou. Dat zou goed doen, om dit. Nee, dan wordt het een 6,5, heeft hij het netjes gedaan. Netjes gedaan. Dus. Dat is Star Wars voor het ja, dan, Star Wars. Jou. Ja, klaar mee. Klaar mee. Nou, hey, tot de volgende keer. Precies.